Welkom bij een nieuwe aflevering van Stranantori. Vandaag gaat de heer Tijm een gesprek aan met de heer Benny Miranda over het geval van de Mennonieten en de Quinties. We zitten vandaag met de welbekende Benny Miranda, de bekendste influencer in Suriname. En we zullen het vandaag hebben over de uitgifte van meer dan 300.000 hectare grond te witagron aan Menoniten. Welkom, meneer Benny Miranda. Nou, bedankt uh, meneer Dijm. Ik ben heel blij uh, dat ik uh, jou weer uh, mag zien en natuurlijk jou uh, mag spreken. En inderdaad, uh, ja, het is een tijdje terug en ja, ik heb het ook gehoord, gelezen over uh, datgene wat, wat daar zich heeft uh, afgespeeld. De Wittagrong uh, en de Quinti mensen, een aantal van hen zijn niet blij. Mm -hmm. Want er is 300, meer dan 350.000 hectare. En mensen vindt dat een, een hoofdkapitein eigenlijk toestemming heeft verleend om, om, om zoveel grond uit te geven. Ja, kijk, wat er gebeurd is. is um, ik las een tijdje terug las ik dat het over, uh, over meer ging. Maar uiteindelijk hebben we gelezen dat het. Uh, uh, Plus minus 350.000 is, hectare wat ze dus hebben uitgegeven. En ja, nou, dat alles is. Uh, we weten dat de ROGB, Grond- en Bosbeheer, valt onder beheer van de ABOP. He, dus het is de ABOP die dat uh, allemaal uh, heeft uh, gerealiseerd. En we hadden eerder al gelezen dat uh, zij uh, zouden uitwijken richting Marowijnen. En dat is dus ook uh, een beetje gebrekkig uh, gebeurd. Waardoor het uh, toch uiteindelijk de, uh, de uh, ja, Vitagron is geworden, dus bij de Quinties. En uh, wat zich heeft afgespeeld is eigenlijk triest uh, om ja, te bespreken. Want we lezen heel vaak dat uh, zulke vaak uh, niet uh, onder de uh, bevolking wordt uh, besproken voordat zij dus bepaalde beslissingen nemen en dat gebeurt dus um, met, uh, ja, ja, wat u zegt dus dat er dan bepaalde uh, vergoedingen um, uh, geregeld uh, worden voor, voor, voor dan zeg maar bepaalde mensen die uh, aan de top zitten, et cetera en uh, meneer Clemens, dus de Graman, die, uh, die is ook uh, volgens de geruchten onvoldoende geïnformeerd uh, over uh, wat zich heeft uh, afgespeeld. Dus, dus even, dus die hoofdkapitein, meneer Souvenir volgens mij toch, wordt ervan beschuldigd 350.000 US van de Mennonieten te hebben ontvangen, toch? Wat zijn de gevolgen van zulke handelingen van de betrokkenen? Nou, uh, ik heb gelezen, ik denk jij hebt dat ook gelezen en gehoord. Ik zag uh, diverse fragmenten daarover, dat dus de, de, de kapitein, en dus ja, dat zijn dus mensen die onder uh, die gramang uh, werken. En dus de, de kapitein, die heeft dus, ja, wat ik gelezen heb, is dat hij op eigen houtje zou hebben gehandeld. En dus um, afgesproken hebben met bepaalde mensen vanuit uit uh, ROGB, dus grond- en bosbeheer. En zo hebben ze dus uh, dat samen gerealiseerd. En en het is dus uh, niet in, uh, in goede uh, handen gevallen van, van de meeste uh, mensen, de bevolkingsgroep, al daar. Want uh, je moet nagaan dat de Quinties, uh, Vitagrond, valt ook een, een, een deel onder de inheemse en zo. En een groot uh, deel daarvan, dus van de inheemse uh, gebieden, is ook daar onder gevallen. En ja, het is, een, het is iets die gebeurt, het gebeurt heel vaak. Soms lezen we, lezen we ook over, over bepaalde gronduitgiften in de omgeving. Marowijnen, Tampanawoni enzovoort. Maar het is vaak de DNA-leden zelf van dat gebied die dat allemaal regelen. En ja, het is, ik, ik betreur het allemaal dat het allemaal gebeurd is. Ja. Maar hij beweert, meneer Souvenir beweert, dat hij eigenlijk wel besprekingen heeft gevoerd. En zijn stempel heeft gezet maar het moest nog met andere geledingen en groot op haar hoofd besproken worden. Nou, uh, met, groop, uh, met groot op haar hoofd bedoel hij dus die uh, gramma, dus mm. mm. eh, dat is meneer Clemens. Dat is, ja, ik heb veel gelezen over hem. En ik denk dat een, een, een gramma niet zomaar dingen doet. Een gramma werkt niet zomaar. En een gramma die kent uh, de traditionele gezag en traditionele reglementen ook heel goed... En hij weet ook dat hij eerst in overeenstemming met de inheemse uh, zulks besluiten mag nemen. Dus hij mag niet zomaar op eigen houtje handelen. Maar wat eigenlijk hier uh, naar voren komt, is dat er dus uh, bepaalde mensen hebben omwege bewandeld, hè? om dus toch uiteindelijk zulks te kunnen realiseren. En de quinties en de inheemse mensen, want als we praten over Bijna een halve miljoen hectare aan bossen en zo. Nou, dat is enorm. Dat is echt heel groot. Mm -hmm. he, dus, en daar, daarin, inclusief uh, dat gebied, uh, valt ook dus de inheemse dorpen. En uh, er is daar ook een brug uh, waar je dus moet oversteken om richting Apura te gaan. Dus dat alles valt ook daaronder. He. Dus de rivier die daar uh, tot, tot de inheemse dorpen... Ik ken die uh, inheemse dorpen niet uit het hoofd... Om, om die namen te benoemen en zo. Maar dat hele gebied valt, valt dus ook daaronder. En het is in, uh, ja, niet in goede aarde gevallen... bij een hoop mensen. En ja, meneer, uh, meneer uh, de souvenir, de, uh, de kapitein... Die, die zegt dat hij uh, eerst overlegd heeft uh, gepleegd. Maar ja, ik heb niet eerder gelezen dat hij dat gedaan heeft. Dus het is... Uh, ik betreur het dat ze nu... Dat er nu allemaal boven, bo, bo, boven tafel komt, dat men nu toch wel van alles roepen en eerder hadden we niets gehoord. Maar, maar, maar meneer Benny, vind je meneer Souvenir eerlijk of probeert hij zich gewoon te verdedigen dat die informatie is uitgelegd? Nou, ik denk, ik denk kijk, mijn, mijn eigen uh, instinctief denk ik dat hij, dat hij toch wel een, een andere uh, verklaring uh, geeft nu. Hè, want het is niet gegaan zoals zij hadden, uh, hadden gehoopt. Hè. En we hebben ook gelezen over dat bedrag en zo. Die uh, de Mennonieten zou hebben uh, betaald. Hè. Of dat, als dat waar is, weten we het niet. Maar dat, dat hebben we gelezen. En het gaat over bijna een, een halve. Uh, ja, 350.000. Uh, ja, bijna US, een halve miljoen US gaat het mm -hmm. over. En nou ja, als, als dat allemaal waar is. dan weten we ook dat. Uh, we hebben het vaker gehoord. En. Zelfde rommel gebeurt bijna overal ook. Hè? Soms op Albina, op Mungo. Dat de DNA-leden van de omgeving, van, van, van de gebieden en zo, eh, die, die zijn zelf ook schuldig aan zulks. Want ik heb een tijdje ook gelezen over uh, een stuk tussen, tussen Para, uh, van uh, tot en met kilometer 46 ofwel 47, dat dat gebied ook ten onrechte wordt uitgegeven aan. DNA-leden van, van, van de omgeving, ofwel aan DNA-leden die op mij lijken. En ik, ik, vind dat, ik vind dat niet goed. Want sommige mensen die wonen daar al, al meer dan 40 jaar en hun stuk gronden worden gewoon afgepakt. En de mensen van Quinti, nou, voordat wij hier op aarde kwamen, uh, zijn, zijn daar al ge, ge, gevestigd. Dus het is, ja, ik vind het uh, echt uh, heel echt vreselijk. ...dat zoiets uh, gebeurd is. En ik, ik hoop dat het uh, teruggedraaid wordt. Maar wat kunnen de gevolgen zijn? Nou, de, gevolg... nou, de gevolgen kunnen zijn... ...dat het, uh, dat het dan niet rechtmatig wordt getoetst. Hè? En dat kan dan een rechtszaak worden. En we weten ook over de Mennonieten... ...ik heb ook veel gelezen over hun... ...dat uh, ze toch wel een gesloten gemeenschap Dat een gebied waarin zij verblijven... ...willen ze geen vreemden hebben. Dus ook Surinamers... ...die uh, mogen op een gegeven moment ook niet meer daar komen... He? En ze, ze zullen dan hun, hun, hun gebieden zullen, dan, zullen ze dan beschermen enzovoort. Maar kijk, we praten wel over bijna een half miljoen uh, hectare. Dat is, dat is enorm. En de ineens van dat gebied die, uh, die hebben hun gebieden nodig om te vissen, om te jagen enzovoort. En ja, als, de, als ROGB hierachter staat, want ROGB valt onder de ABOP en de ROGB-minister is van de ABOP, ik kan het niet anders zeggen. Dus dat is ROGB en, en RO, RO valt ook onder de ABOP. En RO die gaat over de binnenlandse zaken en uh, communicatie met het binnenland enzovoort, dat doet dat regel RO allemaal. En ROGB van de ABOP. Dus zij zijn eigenlijk hoofdverantwoordelijk uh, uh, voor, voor dit alles, ja. Maar dat je al. de heren, tijdens een crewtoegehouden in het afgelopen zaterdag... ...is vastgesteld dat de hoofdkapitein verantwoordelijk moet worden gehouden voor zijn handelen... ...en dat hij minstens vijf jaar uit zijn functie moet worden gezet. Vindt u dat de gelijk heeft? Ik heb dat, uh, ik heb dat gelezen. En ik heb ook... Uh, uh, ik zag een, een stukje van de... Uh... Uh, van die uh, ontmoeting nodig. Het uh, 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 was wel nodig om te zien op, uh, op tv met, uh, met een paar kapitein van, uh, van, 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 van Boven, Marowijnen, Tapanahoni, die waren ook erbij. Ik heb het een stukje gevolgd. En zij uh, ontkennen ook alles. Ja, dus ze zeggen ook dat ze van niets weten. Dus ja, dan blijft er toch weinig over uh, van, ja, dan moet toch wel alle schuld richting uh, uh, meneer Souvenir uh, gaan. En, het, het, het is niet anders. En als zij dan uh, toch wel op eigen houtje, want ik denk niet dat hij het alleen heeft gerealiseerd. Er zijn vast wel andere mensen uh, bij betrokken. Dus wat ik net zei: van mensen van RO, dus de communicatiepunten uh, 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 van, van hem en mensen vanuit ROGB, dus grond- en bosbeheer. Dus er zijn meerdere mensen bij betrokken. En wist, misschien hebben ze het gedaan vanuit uh, Wingsbejacht, dus vanuit uh, om, 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 om dat geld binnen te halen. Maar daarmee uh, zijn wel heel veel mensen van de omgeving uh, gedupeerd. Dus de inheemse en, en marons, dus de quinties, uh, mensen zijn gedupeerd. En ik denk dat de Grammans, uh, meneer uh, Clemens, ook uh, niet blij met dit is. En als het waar is dat hij ten onrechte heeft gehandeld, ofwel dat hij op eigen houtje he heeft gehandeld, dan kan ik hem helaas niet verdedigen. Mm -hmm, mm -hmm. De heer Souvenir had eerder Minonite onder de leden van Rudd. So, want de nee, Gercière, soeverein, je hebt souvenir, en soeverein. Ja, ja. <laughs> van Terra, investment, bedankt. Maar nadat hij weer werd benaderd, besloot hij met zijn volk te gaan praten. Wat vindt u van zijn handelingen om plotseling weer, on weer te onderhandelen met de vertegenwoordiger van. De Kijk, wat u ziet is dat uh, aanvankelijk, dus in eerste instantie, weigerde meneer uh, Souvenir om vervolgens weer met meneer uh, uh, Souverein in overleg te gaan. En ja, de vraag is dan inderdaad, waarom zeg je eerst nee en vervolgens zeg je wel ja? Dus waarschijnlijk uh, was er meer te behalen. Bij die tweede overlegspleging met dus de mennonieten. En het is dan opvallend dat hij aanvankelijk niet wou meewerken. En later, toen hij benaderd werd door een andere organisatie, wel akkoord ging. En dat is dan opmerkelijk en inderdaad wel raar. En ja, het is wel aan hem te verwijten waarom eerst nee en later wel ja. En ja, dat is wel duidelijk uh, vast te stellen, omdat hij dan met verschillende verklaringen komt, hè, waardoor het eigenlijk uh, alle schuld gaat naar, naar hem toe. Want de overige mensen die hebben ook ontkend allemaal, ze zeggen dat ze niets weten. En ja, uh, het feit dat hij dan eerst uh, niet akkoord ging, hij was er fel op tegen en later ging hij wel akkoord. Dus dat is wel opmerkelijk, uh, opvallend en uh, het, dat maakt hem wel verdacht. Hè? En dat, dat bewijst dus ook dat hij uh, schuldig is. En ja, ik weet niet hoe hij dit uh, goed wil maken of goed wil uh, spreken. En de, de, die graman, meneer, meneer, meneer Clemens, ik, ik weet, zijn, zijn, die mensen onder hem, die zijn eigenlijk. Uh, ja, die hebben alle verwijt uh, op hun naam nu te krijgen. En ja, die Gramang, ik kan hem niet uh, verwijten, maar ik vind het ook een beetje vreemd, want uh, de overige mensen, die mogen ook niet zonder hem onderhandelen. En die mogen ook niet zonder hem stukken ondertekenen. En het is een hele vreemde zaak, maar ik hoop dat het dus voor de uh, Quinties en uh, de overige omgeving, ook de inheemse mensen daar. Hè, zoals ik al eerder zei, daar zijn echt heel veel uh, inheemse dorpen. En daar, dat is niet een gebied alleen uh, van Marons. Dus Vitagrong is een, een Marons dorp van Quinties en zo, hè, de, waar uh, Crioze mensen wonen. Dat is dus zeg maar het uh, punt waar wij uh, vanuit varen naar Rallyvallen. Ik ben zelf ook daar geweest. Het was droge tijd, het is dus ongeveer negen uur varen mm -hmm. voordat u uh, aankomt uh, op. Uh, Rally vallen en vervolgens om naar Valsbergen Vols, te, ja. te lopen, wandelen. Dat duurt ook uren. Ja, 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 <laughs> ja, 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 ja ik ben ja, daar ja, geweest. Ja, ja. Dat alles valt onder de, de, de Queen oh. onder ja ja ja, 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 ja. Dat alles is, is hun gebied. Het is een hele groot uh, uh, gebied. Eh? Maar dat je herinnert, meneer Benny. Ja. Er wordt gezegd dat de heer Souvenir samen met enkele jongeren Gramlang Raymond Clemens wilde, uit, wilde mishandelen. Gewoon voor druk aan man voor potentiekening. Vijf in factor dat, jongen. Ik heb dat gelezen. Ik heb gelezen over, uh, over dat er uh, een dreiging uh, bestond. Over dat uh, enkele. Uh, ja, ik heb, ik heb gelezen dat er een, een groepje was die, uh, die dus uh, die graman uh, onder druk uh, probeerde uh, te zetten, althans, onder druk heeft uh, gezet, om hem dus te laten meewerken aan, aan zulke handelingen. En nou ja, als dat waar is, dan, dan ik betreur het uh, heel erg. Maar we weten wanneer het over. Over heel veel geld gaat, want 1 miljoen US is nu bijna 31 miljoen SAD, is dat. Hè? Dus, en als het over bijna een half uh, ja, miljard. Uh Miljoen uh, SAD, uh, SAD gaat, excuses, ja, nou, nou dan zijn ze wel in staat alles te doen. Hè? En als die gramang werkelijk onder druk is gezet, althans een beetje is bedreigd om zulks te realiseren door uh, mensen die op, uh, ja, op, op mij lijken, nou, nou dan vind ik dat niet goed. Dat is helemaal verkeerd. Want zo'n gramang heeft ook een hoop regels waar hij zich aan moet houden. Hij mag niet zomaar uh, handelingen uitvoeren. En vooral uh, die uh, traditionele gezag moet in overeenstemming blijven met de, met, met, met de overige Gramants. Dus van, van alle dorpen en zo. Hè. Volgens mij zijn dat totaal twaalf, oh, met ten goede. Hè, van die twaalf foulot en zo. Dus dan al die grammans die moeten overal uh, uh, vanaf weten. Alvorens ze uh, bepaalde uh, besluit, uh, besluitvorming uh, ondergaan. Dus ja, als er jongeren waren die uh, meneer Clemens. Onder druk hebben of hadden gezet, nou dan betreur ik dat. Dat is niet goed. Het is helemaal verkeerd. Mm -hmm. ja. Maar volgens meneer Soeverein vertrouwen de mensen die hem beschuldigen zichzelf ook niet. Terwijl hij ontkent dat er een overeenkomst is gesloten met de Minnonieten, moet het volk hem wel geloven. Nou kijk, um, wat u net zei, meneer, uh, meneer uh, de kapitein uh, Souvenir en uh, de overige uh, belanghebbende, meneer uh, Souverein. Nou, uh, aanvankelijk uh, konden die twee het niet eens worden met elkaar. En uh, dat, hij dan, dat hij dan zegt dat het. Uh, uh, dat hij dan zegt dat het, uh, dat het, ja, dat het dan toch uh, dat de mensen uh, uh, eigenlijk de schuld aan, aan zichzelf uh, mogen zoeken of moeten zoeken, Nou, ik betreur dat. Want waarom werd hij aanvankelijk geweigerd? He, want dat is toen ook in overeenstemming met de overige dorpbewoners gebeurd. En vervolgens uh, is, hij dus dan, uh, schrikt, schrikt is hij daarvan geschrokken. En nu zegt hij: probeer hij dus de schuld te schuiven naar de overige bewoners. Maar ik denk dat dat wel uh, het juiste besluit was om aanvankelijk niet in uh, samenwerkingsverband te gaan werken met meneer uh, Soverein. En waarom wel? Uh, waarom meneer uh, Souvenir, dus de kapitein, wel uh, toestemming heeft gegeven om met de Mennonieten samen te gaan werken, dat, dat vind ik ook heel vreemd. Ik denk dat het met, uh, met economische uh, oogmerken te maken heeft. Daarom, hè? <laughs> maar in bij de uitgifte van de gronden te Witagong wordt de naam van de vicepresident Ronnie Brunswijk genoemd. Denkt u dat hij ook hierbij betrokken is en iets hiermee te maken heeft? Ja, kijk, dat, dat stuk. Ik, ik betwijfel het, ik betwist het helemaal wat hij. Want hij, uh, de vicepresident, met alle respect, maar hij roept zo vaak van alles. En later blijkt het niet zo te zijn, of niet waar te zijn. Dus ja, ik, ik vertrouw hem ook niet helemaal op zijn woorden van, van dingen die hij allemaal roept en zo, dus de vicepresident. Want uh, we, aanvankelijk hadden we gelezen dat de Mennonite zijn niet welkom daar. En toen had hij gezegd dat ze dan uh, zouden uh, vertrekken naar Marowijnen. Eh, dat had de vicepresident gezegd. Eh, en dat ze dan welkom daar zouden zijn en dat ze daar uh, een halve miljoen hectare gronden uh, zouden krijgen. De Marowijnen en omgeving. omgeving. Nou. Uh, de mensen van, van Marowijne die hadden bezwaar aangetekend. Die gingen dus uh, niet akkoord. Toen dacht hij van, toen dacht de VP, nou ja, dan moeten we maar terug uitwijken richting uh, Vitagrong. En vervolgens hoorden we niets meer over, uh, over Marowijne. Want Marowijne, uh, dat gebied zou dus uh, helemaal tot, uh, vanaf achter Stoomas-eiland tot uh, Sipaliwini, zou dus helemaal daar onder vallen. He, dus uh, die protest was wel enorm. En vervolgens zijn ze dan teruggekeerd naar uh, Vitagron. Maar ook als we praten over 350.000 hectare. Tot een, tot een half miljoen uh, hectare gronden. Dat is enorm. He, dat, dat is dus niet alleen maar uh, Vitagron en, en omgeving. Er valt ook nog andere stukken daaronder. He, want ik net ook een deel, een deel van Apura. He, dus of, ofwel op weg naar Apura. Valt daar ook onder. He, want wat ik nu net zei. De brug van, van, van Apura. Ik ben daar een tijdje niet geweest. Was, was kapot. Ik weet niet of het nu gemaakt is. Dus die over de rivieren. Oh, ja, ja. Hè, waar u dus moet oversteken. Dat stuk. En nog een aantal kilometers verder. Valt ook allemaal daar onder, on, onder de Tees. Oh. En, dat, en dat, is een, dat is een behoorlijke stuk. En dus. De inheemse, die zijn ook boos. Dus niet alleen de mensen van Wittagron zelf. Maar het gaat om uh, heel veel gronden. En uh, gronden van de mensen waar ze jagen. En waar ze hun activiteiten ontplooien en zo. En nou... Uh, de vicepresident moet er inderdaad van afweten. Want uh, als we praten over ROGB, uh, grond- en bosbeheer, dan staat hij aan de top daar. En goudordening valt ook onder de ABOP. Houtordening valt onder de ABOP. RO, dat betekent dus de binnenland, uh, binnenlandse uh, communicatie, communiceren met mensen van uh, binnenland uh, bewoners, valt ook onder de ABOP. ROGB, dus grond- en bosbeheer vallen allemaal onder de ABOP. Dus het is de, de ABOP die hier verantwoordelijk voor is. Oké, okay. wij zeggen u. Dank, meneer Benny Miranda, ja. voor dit interview. Ja, dank Tot de volgende keer. Dat was het voor deze aflevering van Saranatori. Heeft u een onderwerp dat u graag in dit programma zou willen belichten? Stuur ons een bericht naar ons WhatsApp-nummer. En vergeet niet de social media-kanalen te volgen. Stran Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.